Was, Manuel, weet je dat trouwens? Welke rank staat er reverse plates op? Wat? Welke Beldorin heeft reverse plates? Ja. Is dat een 1 of is dat een 0? 1.0 toch? Huh? Ja, ik meen ook dat het een 1.0... Ik ga... Wat? Ik weet niet, volgens mij heeft hij het gesprek verlaten. Of is hij met iemand in... Marco! Oh, ik raak je niet, jongen. Ik raak je niet, dat deed ik expres niet. Ik ga... Hou op. Wat vind je van mijn dubbele turret machine gun achterop met twee... Dubbele gun bel turret achterop. Hey, Jood, waarom moet ik tegen Jax heen? Omdat jij Jood bent? Wil je me dood hebben ofzo? Ja. Dat ook. Okay. En normaal, met veel schelden. Die. Je baal of wij? Ik ga zo tanden. Niet nou tanden poetsen of dit wordt leuk. Hou je een keer op met Theo. Ja joh, hij heeft hier allemaal. Beloof van alles die je doet niet. Oké, ik heb het gevoel dat mijn gunners meer schade doen dan die vliegtuig achter mij zit, dan ik dat diegene vliegtuig die voor mij zit met mijn cannon. Oké. Hey, die schoten deed wel erg pijn. Dude, ik weet niet meer in mijn deze. Ik denk dat ik maar even moet landen. Maar ik kan jou overal volgen. Jij. Oeh, hij is 16. Nee, hij is 16! Oké, we gaan niet weer een herhaling doen van die ene episode waar ik letterlijk elke keer ben gequest. Pardon? Oh, hier is de airfield. Oh. Laat mij even zeggen. Misschien is het handig als ik nu ook even richting de airfield ga. Maar dat ben ik niet. Uit 16. Okay. Hoe gaat het met jouw vliegtuig? Laten we zeggen. Gaat fantastisch. Waarom zie ik jou op de map bij de airfield? Ja, omdat ik vervolgens zit met gaten. Oké, ik kom even jij ophalen. Ga ik je beschermen. Misschien ga ik af en toe wel een beetje met jou spelen. Een beetje lol hebben. Ach, die vind ik top, man. Kreng. Hé, je staat wel hoog op scorebord. Je staat 2 onder mij. Ja, hou je pet maar weer. Hou ik van jou, schatje. En je schatje niet, tof. Oh, Marco, jij moet echt een eind optieven. Ik kon je net helpen met de repairen, lol. Jongen, jij bent echt één... Hey, kijk omhoog. Eén vies kutkind. Nu moet ik opnieuw beginnen dankzij jou. Echt niet. Je wordt gerepaired, jongen. Ja, ik moest net opnieuw beginnen, vers kutkind. Er is een Sunderland. Ja, aan jou heb ik niks. Er is een Sunderland, je wordt gebombardeerd. Ah nee, joh. Punt niks. Zegt hij met een bom hier gebeurt niks. ik heb echt zoiets van 10 seconden later moment momenteel hoor. Ach jongen, ik ga dood wanneer. Komt een Sunderland omlaag! Achter jou! Volgens mij hoor ik bommen. Ik hoor bommen. Dus doei. Wat ik bedoel. Ik ga dood als ik dood wil. Fuck jou, bitch. Lul. Nee, jij. Ik ga niet aan de kant voor jou. Niet op mijn geschiedenis, domme. Hoezo? Wat kun je doen? Ja, dat wel, hè. Ga weg achter mij. Dat lukt wel, want ik ben sneller dan jou. Dat lukt wel. Je raakt hem niet. Oké, nou, maar je raakt hem wel! Er zit twee letterlijk... Ja, ik raak al de hele tijd. Er zitten letterlijk al drie gekogelgaten in mijn vleugels. 1 onderop, 2 bovenop. Ja, klopt. En in mijn fucking staart!
Je hebt een fucking... Weet je wat een perfecte zak? Ja, nou één, jij zat net ook om mij te schieten. Weet je wel echt zo'n perfecte zak? Als je één kogel richting de midden van die stip zou krijgen. En bij mijn Japanse vlag. Symbool achter. Ja, maar dat lukt mij toch niet. Hé, hey, is een swordfish. Dat is gaat de skill. Zou er geen kill van. KI-10, dat is ook een gratis skill. Daar ging ik veel van. Oké, swordfish. Shit, groot vliegtuig, groot vliegtuig. Ja, dacht het is helemaal lekker niet, hè? Ja, JN1 of zoiets was bij jou, toch? Ah ja, maar mijn motor valt straks waarschijnlijk heel goed. De kans is groot dat mijn motor uitvalt. Ja, ik zit net even meteen in die repair die net gedaan, die was eigenlijk voor niks. Laten we zeggen, mijn motorblok is oranje gekleurd en rood door elkaar. Oh, daar kunnen we makkelijk mee terugkomen, jongen. Ja. Makkelijk. Ik wil eens mijn kill hebben. Another one. Ja, die is weg, hoor. Zie je, die is niet meer. Ga die voor een vierde kill. Maar ik hoop eens even dat je alles voor mij vermeukt. Hoezo? Ja, gewoon alles. Gewoon alles. Jij moest tegen me aanremmen. Nee, jij had gewoon moeten uitwijken. Jij moest uitwijken, jij was aan het opstijgen, ik was aan het landen. Jongen, vent, waarom zou ik gaan uitwijken? Dat heb ik nog nooit gedaan. En dat ga ik ook niet doen. Nee, precies, dat is ook mijn probleem. Ik doe niet aan uitwijken. Dat is voor pussies. Oh, ja, wacht, jij bent de eigen pussy hier. Ja, alsnog. Ik ga niet uitwijken voor linkse loeders. Ja, als mensen vragen of ik jou ken in de chat, dan zeg ik nee. Het is een heel onbekende vreemde die één keer bij mij in Skype call zit. Wat? Wat? Niks. Een I-16 volgens mij achter. Nee, dat zeg, ik heb een G50 voor me. Oh, ik krijg niet aan de kant voor die G50, op die vrouw. Dat is een Italiaan. Waarom heb je een Italiaan voor je? Ja, nou, moet je het toch niet aan mij vragen? Wat van, waarom heeft hij een Italiaan voor zich? Hij houdt helemaal niet van Italiaan. Nee? Ik wel. Oké, kijk. Ja, what? Nu gaan we what the hell happened? I shot the plane and it disappeared. I got a kill, but... Oh, fucking! Alles wat ik nog heb valt nu uit. Nee, ik ben bijna bij de airfield. Ik kom hier wel even boven. Kom op, jongen. Je bent door, bijna door. Bij de airfield, je bent een heel sector van die fucking airfield vandaan. Ja, dat noem ik bijna. Nu... Ik heb 5 kills, hoeveel jij? En ja, je hebt er 1. Ja. Laten we maar gewoon met Duitsland gaan, dat is veel beter. Ik wil weten. Nee. Hou je bek. Laatst toen ik met jou met Duitsland speelde, ging het helemaal fout. Helemaal niet. Ik heb ook een nieuw plane met Japan. Nieuw plane. Nou, dan kunnen we verder met Japan en toen heb je die vliegtuig leren kennen. Wat moet ik leren kennen? De vliegtuigen. Jongen, Japan is beter dan Amerika. Fuck! Dat is niet mijn naam, maar oké, ja, wat is het? Yeah.